En verschillende DNA-leden hebben vandaag tijdens het agendapunt ingekomen stukken aandacht gevraagd voor het avond-MEO-onderwijs. DNA behandelde de wet financiële voorzieningen ministers en onderministers. Begin van deze maand hebben studenten van het avond-MEO 6 een petitie ingediend bij DNA, waarin ze het college aandacht vroegen voor de stopzetting van dit type onderwijs. De studenten verzochten DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons zich in te zetten voor de herstart van de school. Vandaag herinnerde de ABO-parlementariër Diana Pocky DNA-voorzitter aan de petitie. Naar aanleiding van de ingekomen stuk 192006, die petitie die al een tijdje is ingediend betreft de studenten van de avond-MEO, mevrouw de voorzitter. We hebben studenten die in de examenklas zitten dit jaar en zij zitten nog steeds thuis, voorzitter. Dus we vragen extra aandacht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, want de studenten weten niet hoe verder. Ook ik vraag aandacht voor het ingekomen stuk 19-2006, waarbij gewag is gemaakt dus van de avond-MEO-studenten die in het laatste jaar zitten. Ik vraag voorzitter dat deze groep van 25 studenten de gelegenheid wordt geboden om hun studie binnen een afgesproken periode af te ronden, voorzitter. Ze zijn verwezen naar het avond-HAVO, maar we weten dat het avond-MEO een beroepsgerichte opleiding is en het avond-HAVO niet. Voorzitter, ik vraag dus dat ze worden ontvangen en dat er naar een mogelijke oplossing wordt gekeken. Achtereenvolgend ABOP-parlementariër Diana Pocky en NDP-parlementariër Naomi Samidin. Ook VHP-parlementariër Deo Charman vroeg waarom de studenten naar het HAVO zijn gedirigeerd. Ook ik wil refereren naar het ingekomen stuk 192006 betreffende studenten van IMEO. Die zijn aangezegd geworden om IMEO af te schrijven en in te schrijven op HAVO. Van een beroepsonderwijs naar een algemeen onderwijs dat niet rijmt. En ik weet niet wat de ratio hiervan is om deze exercitie te plegen, voorzitter. In ieder geval, als studenten zich al 2 jaar hebben ingeschreven en hebben ingezet, vind ik dat ze de gelegenheid moeten krijgen om op een normale wijze af te bouwen en af te studeren aan die school. Het DNA-lid Deo Charman. Verschillende DNA-leden hebben vandaag vragen gesteld over onder andere het avond-MEO-onderwijs. Dit gebeurde voorafgaand aan de behandeling van de wet financiële voorzieningen aan ministers en onderministers.